Er is nu een nieuw hoerenkot gekomen in Antwerpen. En dat is afgekeken van Plopsaland. Dat is gepikt... Nee, ik wil het zeggen. Dat idee is gepikt van Plopsaland. Maar dat hoerenkot, dat heet Plopsaland. Verstaan je? Dat is afgekeken. Hè? En bij Plopsaland staat er van onder pretpark. En zij hebben er van gemaakt pretpark. Verstaan je? En dan kunt u me lachen, maar de Gert kan er niet meer lachen. Je kan er niet meer lachen, die jongen. Die jongen heeft er al zo'n tuin in gestoken. En ook dan, het erger is, die hoeren, die komen uit Wallonië. Die zijn toch vooral sprekend, en dat is juist in Antwerpen. Ze zijn met 24. Ze komen van Francorchamps. De 24 hoeren van Francorchamps. En dat is zo'n beetje de 24 hoerenloop dat je moet doen. En wat is nu het idee dat gepikt is van Plopsaland? Wat doe je als je daartoe komt in dat hoerenkot? Dat is een groot gebouw. Dus je komt daar 's morgens binnen en de betaalde het algemene entree. In dat geval is dat 380 euro. Maar dan moet je de hele dag op pols zitten waar je goed zit. En de middag is de gat gebeten. Verstaan we dat? En ik begrijp